Na een afwezigheid van een jaar is het internationale racecircus weer neergestreken in Zandvoort voor een Formule 1 race op het geheel vernieuwde en aan de eisen van de coureurs aangepast circuit. Er werd duidelijk met een slijtageslag rekening gehouden. Tot de favorieten werden gerekend de Braziliaan Emerson Fittipaldi en de Schotse coureur Jackie Stewart. Nederland was in de race met Gijs van Lennep. En voor de start filmden we ook de later verongelukte 25-jarige Brit Roger Williamson, die alle details van zijn bloedgroep op zijn helm had staan. Direct na de eerste ronde werd het duidelijk dat de race zou gaan tussen de Zweed Ronnie Patterson in een Lotus Special en de Tyrrell Ford-rijders Stewart en Sevier. Hier gaat Patterson in wagen nummer 2 juist opnieuw door de Tarzanbocht, dicht gevolgd door Stewart nummer 5 en de Fransman Sevier nummer 6. Na 7 ronden kreeg de race een dramatische wending door het noodlottige ongeval van Roger Williamson. Zwarte rookwolken boven de duinen waren voor de 80.000 toeschouwers een aanwijzing dat er een auto in brand was gevlogen. De andere coureurs reden door, zij het wat langzamer dan gebruikelijk. Alleen één collega, David Purley, probeerde Williamson uit de gekantelde wagen te bevrijden. Maar dat lukte hem niet, doordat hij geen enkele hulp kreeg. Pas veel later kon het verkoolde lichaam van de coureur uit de totaal vernielde wagen worden geborgen. De race werd niet afgelast. En nog 60 ronden lang zouden de overblijvende wagens langs het wrak razen. Patterson had in de verwarring een voorsprong van 15 seconden genomen. Maar Stewart en Sevier kwamen ronde na ronde dichterbij. En zo'n 8 ronden voor het einde was het gebeurd met de opgejaagde Zweed, die te veel van zijn machine had gevergd. Stewart en Sevier hielden hun bolides in de strijd. En het was tenslotte Jackie Stewart die als eerste over de finish raasde. Door het uitvallen van zijn grootste concurrent Fittipaldi zijn Stewart's kansen op de wereldtitel nu aanzienlijk groter geworden.